terug naar Nederland. Want de Facebookmoord, daar gaan we het over hebben. Het 15-jarige meisje Winzi werd in januari dit jaar vermoord door de 14-jarige jongen Yinhua. Hij deed dat in opdracht van haar vriendin Polly, met wie ze ruzie had gekregen. Polly bedreigde Winzi via Facebook. In Arnhem, waar Winzi op school zat, kunnen haar vriendinnen er nog steeds niet bij dat het zo uit de hand kon lopen. Winzi zat bij ons op dansen en daarom hebben we een dans voor haar als eerbetoon. Want ze was altijd heel lief en ja, heel vrolijk, was ze aan het dansen. Bij een steekpartij aan de Stadhouderstraat in Arnhem zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. Het gaat om een meisje van 15 en haar vader. Een man die ervan verdacht wordt gestoken te hebben, is aangehouden. Mijn broer had het gehoord via Twitter en overal stond het. Maar vrienden van mij wisten wel al het verhaal. En het was helemaal op tv dat er een traumahelikopter was in Arnhem. Ik had niet het gevoel dat het echt was. Het leek zo onecht, ik kon het gewoon niet geloven. Het was een avond. Ik hoorde dus van, ja, er is iets gebeurd met Winzi, ze is neergestoken. Ik geloofde mijn oren niet natuurlijk. Ik dacht van, nee joh, tuurlijk niet. Ik bedoel, dus ik haar bellen, whatsappen, maar ze nam niet op. Dus dan, ja, dat was wel heftig die avond. En wanneer hoorde je dat de jongen die je kende, Yinhua, het gedaan had? Ik denk een paar dagen later eigenlijk al. Ik denk eigenlijk, in het begin dacht ik eerst dat het om andere mensen ging. En toen bleek het iemand te zijn die je heel, ja, goed, die kende. Heel goed kende en die gewoon, waarvoor je het zo niet had verwacht. Hij was nog zo jong, hij was maar 15. Aziatische jongeren zoeken elkaar op. Ze communiceren dagelijks met elkaar via Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS, Skype en MSN. En in de weekends spreken ze af. We waren zeg maar vrienden van elkaar. Ja, we woonden wel niet in één stad of één dorp of gewoon maar verspreid over heel Nederland, maar toch waren we kenden elkaar wel. Deze foto werd gemaakt in november vorig jaar op een Aziatisch feest in Arnhem. Van deze jongeren pleegde één de moord en twee anderen zijn erbij betrokken. Winzi is ook op het feest. Ze wordt neergestoken op 14 januari van dit jaar. Vijf dagen later is ze dood. Hoe kunnen dit soort dingen gebeuren in onze huidige samenleving? Je bent tegenwoordig niet eens meer veilig in je eigen huis. Als iedereen die er voor iets van af wist en iets had moeten melden daarvan, van zoiets, dan denk ik dat wel 60 mensen zouden opgepakt moeten worden omdat medeplichtig zijn of zo, weet je wel. Omdat iedereen er van af wist. Iedereen wist ervan. Ik ken mensen niet van school, we wonen niet dicht bij elkaar. Maar hoe zijn jullie vrienden geworden? Via een vriend van Winzi, die ik ook kende. Toen hadden we een keer samen met z'n allen afgesproken. Kende jij Polly ook? Ja, ik leerde haar op hetzelfde moment kennen als Winzi. En beschrijf haar eens. Eerst vond ik heel aardig, maar later ging ze heel veel liegen. En was heel erg onbetrouwbaar. Vertel eens wie erbij betrokken waren. Welke vier Chinese jongeren? Winzi is natuurlijk het slachtoffer. En Wesley en Polly waren hun andere relatie samen. En Yinhua, die had dan zeg maar de moord gepleegd. En wie ken je van die vier? Ik kende ze alle vier, want we waren zeg maar vrienden van elkaar. De ruzie tussen de twee hartsvriendinnen Winzi en Polly begint op Facebook in november vorig jaar. Winzi, het meisje dat nu vermoord is, had haar vriendin beledigd. Wat was het probleem? Dat Polly zich heel erg roerig had gedragen bij iedereen, waar iedereen bij was in het openbaar in de stad. Op Facebook schrijft Winzi over Polly. Oh my god. Hoe sletterig kan je zijn? Polly reageerde niet via Facebook, maar haar vrienden wel. Reactie 1. Winzi, je moet oppassen hoe je praat en je kan beter leren van je fouten. Je weet wat er anders gaat gebeuren. Reactie 2. Laat Winzi ophouden, want anders gaat er serieus iets gebeuren. Ja, op Facebook waren wel verschillende aankondigingen of bedreigingen te zien. Maar niemand neemt dat natuurlijk serieus. Het werd steeds erger en stapelde zich op. Noem nog eens een voorbeeld. Bij het poolcentrum. We gingen gewoon rustig poelen. Later in de avond ontstond er een ruzie tussen Polly en Winzi. Winzi was daar naartoe gegaan, terwijl ze niet echt heel erg uitgenodigd was.
Maar toen ze daar kwam, toen keek Polly haar aan, wat doe je hier? Iedereen werd boos op haar, vooral Polly. En dat liep uit de hand, min of meer. En Polly begon haar te duwen en Wincy duwde terug. Toen begon Polly te schreeuwen van, ik maak je dood, ik vermoord je familie, je bent echt een kutwijf. Dat je dit doet is echt dom. En hoe was Wincy toen? Ja, helemaal in tranen natuurlijk, want ze was helemaal verkeerd begrepen. En ja, ze had me helemaal uitgelegd wat haar bedoeling nou eigenlijk wel was. Ze kwam naar mij toe, helemaal huilend. En mijn moeder en ik haalden haar op van het station. En toen kwam ze hier, ging ze hele verhaal vertellen en huilen en huilen. Dat niemand haar hielp en dat iedereen tegen haar was. Toen daarna kwamen allerlei berichtjes van, ja, ik doe je wat, je kan beter echt ophouden. Maar eigenlijk was ze zelf ook wel heel bang, volgens mij. Want Wincy. Ze zei, ja, Wincy. Want na de hand zei ze ook heel vaak tegen mij van, kort bedreigd en ze doen me wat en dat soort dingen. Dat gevoel had ze wel? Ja. En werd dat serieus genomen? Zij heeft het wel serieus genomen toen, maar ik niet. Want ik zei tegen haar van, nee joh, ze doet je niks. Wat wil ze je doen, weet je wel. Want tegenwoordig wordt zoveel gedreigd met dingen dat je gewoon niet eens meer weet wat je wel serieus moet nemen of niet. Heb je hier thuis wel eens tegen je moeder gezegd van, volgens mij gaat het helemaal mis? Nee, zoiets verwacht je niet. Het is gewoon ongelooflijk. En die dingen die op Facebook werden uitgewisseld, dat vond je niet heel onrustbarend? Nee, niemand vond dat echt erg of het werd niet serieus genomen omdat het ook best wel normale taal is voor nu. Ik maak je dood, ik maak je familie dood. Dat wordt heel gauw snel gezegd. De dreigementen van Polly worden wel serieus genomen door haar vriendje, Wesley, die smoorverliefd op haar is. Ik denk, ze houden van elkaar, denk ik. Tenminste, hij hield van haar of hij houdt van haar. En als je van elkaar houdt of als je elkaar leuk vindt, dan op jonge leeftijd dan doe je alles voor diegene. Je denkt er zelf niet bij na. Verliefdheid maakt blind, zeggen ze ook meestal. Wie van de twee is naar jouw idee de initiatiefnemer van de moord? Ik denk Polly. Zij begon ermee. Zij begon met het dreigen en Wesley nam dat serieus. En samen hebben ze toen het plan bedacht. Ja. Wesley, de vriend van Polly dus, die zei ook heel veel van, ik zit bij de maffia, ik heb mijn neef, ik heb mijn broer, ik doe je wat, ik neem die en die mee. En dan, ja, volgens mij was Wesley wel bang. Ja, die gelooft het ook echt. Toen het fout ging tussen Wesley en Polly, ja. Kon je dat als ouder een beetje volgen? Of? Nou, toen ik besef ook niet zo gevaarlijk een meisje is. Het is gewoon dan een puberruzie, dat laten mij uitpraten. Dan denk ik, dat is al voorbij. Ja. Ja. Uiteindelijk is Wincy, voordat ze vermoord werd, ook bedreigd. Heeft ze daar iets van gemerkt, dat ze bang was? Nee, helemaal niet. Tot van dag de dag. Ik begrijp ook niet die omschakeling van haat naar moord. Dat kan ik niet begrijpen. Vooral dat Wincy en Polly zoveel jaren kennen elkaar, zo goede vriendin waren. De meeste Facebook, Twitter en andere berichten zijn niet meer te achterhalen. Maar volgens de vriendinnen wordt Wincy in de weken voor de moord bijna dagelijks bedreigd. Ik stond er zelf eigenlijk helemaal niet bij stil, echt niet. Nee, want ik hoorde wel vaak van, ja, Wincy zei ook, ja, ik ben zo bang. En ik allemaal maar lachen, nee hoor, het is niet erg, je moet niet bang zijn. Ik neem het wel voor je op, het is niet erg. Nee, hun dreigt maar wat, dat weet je toch wel. Jij dacht niet dat gaat echt gebeuren? Nee, dat dacht niemand. Polly zei dat wel vaker tegen mensen en niemand nam dat dus echt serieus. En hoe kwam het dat het dit keer door is gegaan? Ik denk door haar vriend. Hij wist alles, hij wist hoe en zo. En hij kon het hele plan uitwerken. Wat heeft hij gedaan? Hij had een jongen opdracht gegeven om haar te vermoorden en de familie ook. Op 14 januari om 2:30 stapt de dan 14-jarige Jingwa uit de trein in Arnhem. Hij komt uit Venlo, waar hij gelogeerd heeft bij een vriend die volledig op de hoogte is. Die vriend meldt op Facebook. Er gaat vandaag een meisje dood om 3:00. Eerste reactie? Oh my god. Jingwa heeft een briefje bij zich waarop staat welke bus hij moet nemen en waar Wincy woont.
Het is geschreven door zijn opdrachtgevers Polly en haar vriend Wesley. De opdracht is om Vinci te killen. De dag ervoor heeft Yingwa via Skype nog de laatste instructies gekregen. Morgen ga je het doen. Oké, man, is goed. Je hebt het adres, je weet waar je moet zijn. Ze heeft om 2 uur pianoles, dus je moet om 3 uur gaan. Oké, als haar ouders thuis zijn, moet ik die dan ook meenemen? Ja, dat is oké. Yingwa is een kennis van Wesley en hoort bij de vaste groep Chinese jongeren die vaak bij elkaar komen. Ook Vinci, het slachtoffer, kent hem. Op het Aziatisch feest vorig jaar november zit zij naast haar moordenaar. Ik denk dat het ook algemeen bekend was dat Yingwa vaak domme dingen doet. Zichzelf te bewijzen, bijvoorbeeld helemaal lang zuipen of wedstrijdje dit, wedstrijdje dat. Allemaal dat stoerdoenerij dingen. En ik denk dat hij dan ook echt wel de persoon was die, weet je wel, dat zo'n domme daad zou kunnen doen, weet je wel. Eenmaal gearriveerd in de opgegeven straat volgt Yingwa de aanwijzingen die hij heeft meegekregen. Walt Disney plaatjes tegen het raam en witte verfspetters op de grond. Ik zie een jongen voor mijn deur en dan ik vraag voor wie kom jij. En dan hij zegt gewoon van voor Vinci. Dus ik laat hem gewoon binnen. En dan zei Vinci, papa, ik wil eventjes met hem praten. En daarna ging de deur dicht. Ik ging weer terug naar de keuken voor eten voorbereiden. Pas dat ik de pan opzet op de gasfornuis, dan hoor ik, auw, zoiets. En dan ik ga de deur open en ben ik gelijk aangevallen. En daarna dus gaat het vechten met hem voor bij de deur daar zo. Intussen, ik zag Vinci dat bloedem in het gezicht en op de trap zit. Bij de Facebook-vrienden slaat het nieuws in als een bom. Reactie 2. Wow, ik zag het net op de nieuws, man. Damn. Reactie 3. Pas op, de politie heeft ook Facebook. Yingwa wordt 2 uur na de steekpartij gevonden door de politie. Hij had zich verstopt in de bosjes, vlak bij het huis van zijn slachtoffers. Het is altijd wel een jongen geweest die er nooit echt bij hoorde, vind ik. Hij is wel een lieve jongen. Maar voor vrienden doet hij wel alles. Zeg maar, om vrienden te krijgen, om erbij te horen, om stoer te doen, zal ik het zo zeggen. Op wie ben je nou het meest boos? Boos. Ik denk de moordenaar. Hoe hou je het in je hoofd? Hij is 14. Jij zegt hij wilde erbij horen. Ja, dat dacht ik wel. Waarom zou je anders zoiets erg doen? En waarom ga je erbij horen als je moord pleegt? Dan ben je cool, word je geaccepteerd. Ik vind dat dan Polly en Wesley moeten meer straf, zwaardere straffen moeten krijgen dan Yingwa. Omdat die had het idee bedacht, die had de plan bedacht. En ook die had dat die iemand ingehuurd is. Ja. Is zonder hun dat die idee dan is, had er niks gebeuren. In augustus dit jaar wordt Yingwa door de rechter veroordeeld voor moord op Vinci en voor poging tot doodslag op haar vader. Hij heeft 1 jaar jeugddetentie gekregen en daarnaast 3 jaar jeugd-TBS, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hoe lang zit hij dan maximaal vast? Hij zit maximaal 7 jaar vast, want de jeugd-TBS kan nog 2 keer verlengd worden. Denkt u dat er tijdens de zitting een verklaring is gevonden voor die moord? Uiteindelijk niet, nee. Hij heeft daar zelf heel weinig inzicht in kunnen geven, in zijn motieven, in zijn redenen om dit te doen. Er is wel vastgesteld dat hij is gevraagd of dat hem de opdracht is gegeven om Vinci te vermoorden. Maar waarom dit precies heeft kunnen gebeuren, dat is tijdens deze zitting niet beantwoord. Gisteren stond Polly voor de rechter. Maandag volgt haar vriend Wesley, hun advocaten pleiten voor vrijspraak. Waar wordt uw cliënt Polly precies van beschuldigd? Het uitlokken van moord, dan wel doodslag. Zij zou de moordenaar de opdracht hebben gegeven om het slachtoffer Vinci te vermoorden. Wat is het daarop uw reactie? Nou, mijn reactie moet zijn de reactie zoals die van mijn cliënten zelf is geweest. En dat is dat ze weliswaar dingen heeft geroepen en gezegd.
Maar dat het voor een ieder duidelijk moet zijn geweest dat ze dat niet meende. De moordenaar had een beschrijving van het huis bij zich, met welke bus hij erheen moest gaan en gewezen op de Disney-tekeningen bij de deur. Dat wijst er toch allemaal op dat uw cliënt hem dat gegeven heeft? Ja, dat klopt. Hij ontkent ook niet dat hij bepaalde instructies heeft gegeven. Dat hij wellicht heeft gezegd, nou, daar woont ze. Je kan haar huis herkennen aan dit en dat. Maar iemand naar iemands huis sturen betekent nog niet dat je weet wat die persoon uiteindelijk zal gaan doen als hij daar voor de deur staat. Misschien dat ik het meest duidelijk kan maken door te zeggen dat de strekking eigenlijk is van de verdediging dat men wel eens roept, ik wou dat die kerel zus of zo, of ik wou dat wijf zus of zo, dat doen we allemaal wel eens en ik doe dat ook wel eens. Maar ik neem aan dat u dan niet iemand in de arm gaat nemen en het adres gaat verstrekken van degene die dood moet. Nou ja, je kunt ook iemand in de arm nemen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat iemand wordt bang gemaakt, om eens iets te zeggen, of dat je dreigt. Tieners, daar natuurlijk gieren de hormonen door het lijf. Er is veel sprake van groepsdrang, gelding. Mensen willen natuurlijk hun reputatie hoog houden, mensen willen stoer doen. Dus mensen zeggen natuurlijk wel eens dingen tegen elkaar, van ik ga je een kopje kleiner maken, of ik ga je in elkaar slaan, of mijn neef gaat je opwachten. Dat soort dingen kunnen natuurlijk wel eens gezegd worden. Maar ik denk dat alle schoolgaande kinderen, pubers rond die leeftijd, dat wel eens dat soort woorden hebben geuit. Maar in dit geval is er sprake van iemand die het ook blijkbaar daadwerkelijk zo heeft opgevat en het ook doet. Ik lees dat dossier en ik lees ook kranten en ik kijk ook naar programma's. En dan zie je dat men op het internet steeds verder gaat. En dat vind ik los van deze zaak een betreurenswaardige ontwikkeling. Denk jij dat die vriend van Polly en Polly zelf, dat ze echt wilden dat Vinci doodging? Ik denk het wel, ja, denk het wel. Polly was zo boos op Vinci. Ze was zo agressief. Zijn er mensen geweest die het echt serieus hebben genomen van tevoren? Nee, helemaal echt niemand. Helemaal niemand. Niemand had het zien aankomen. Trekken, blijf trekken. Hard naar boven trekken. Ik herken die vlam! Het is eind januari 2012. Een afscheidsceremonie voor de vrienden van hun vermoorde vriendin. Polly is op dat moment nog niet gearresteerd. Ze staat vooraan. Niemand wist dat zij dat natuurlijk had gedaan. En dan stond zij er zo heel droog bij van ja, doei, doei, doei. En ja, het is wel heel raar om te zien dan, na achteraf natuurlijk. Tegen Polly is gisteren 5 jaar gevangenisstraf en tbs geëist. En het Openbaar Ministerie vindt dat de nu 16-jarige Polly volgens het volwassenenstrafrecht moet worden bestraft.